Wil je leren hoe je linken kunt opmaken en ook tekst een beetje kunt verplaatsen of hoofdletters wilt geven? Ik ga het jullie vandaag gaan uitleggen in deze CSS-video. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier eindelijk terug met een video waar sommige mensen heel lang op hebben gewacht. En daarom ben ik dus vandaag terug met CSS-video's. Ik weet het, niet zo heel veel mensen bekijken deze video's, maar toch vond ik het heel... Ja, ik was eigenlijk helemaal verrast dat ik een hele hoop reacties kreeg van Jens. Waar blijven die nieuwe CSS-video's? Je legt het zo goed uit. Wanneer komen ze? En eigenlijk dankzij één persoon, of ja, één à twee personen, ben ik terug gewoon begonnen met deze serie. Trouwens, ik ben juist pas opgestaan, want ik ben een beetje vrij laat op en mijn stem is nog niet volledig opgewarmd. En eigenlijk dankzij de reactie van I Will Burn You, klinkt een beetje heel gek, ben ik eigenlijk ja, terug gewoon gestart door hem. Want hij vroeg aan mij, wanneer komt de volgende? Je legt alles perfect uit, man. Misschien ooit een tutorial van PHP doen. Dat weet ik nog niet van PHP. En toen heeft hij eigenlijk we hebben eigenlijk een heel gesprek gehad. En dankzij hem ben ik terug begonnen met dit te doen. En laatst daar juist eigenlijk, een uur geleden voordat ik deze video maak, het is nu 10:30 en straks komt hij online, heeft Frederik Simons, als ik het juist uitspreek, ook nog gevraagd, komen de video's van CSS ook nog eens terug? En ja, en hier nog andere mensen die allemaal hebben gevraagd, wanneer komt die CSS-video's nog eens terug? En daarom dat ik er vandaag ben, met die CSS-video's. Ik heb alles zitten voor te bereiden op de afgelopen 2-3 dagen, want het duurde mij eventjes terug... Het kostte mij eventjes wat tijd om terug te beginnen. Maar we gaan direct in gaan vliegen en ik ga het vandaag dus gaan hebben. Zoals ik bij de intro zei over opmaken van linken en tekst, oftewel pseudo-klassen. Ik leg jullie zelfs wel nog uit wat dat allemaal inhoudt. Dus we zijn vandaag aangekomen bij video 4. En vanaf dan komt eigenlijk het interessantste. Vanaf dan vind ik dat eigenlijk het meer interessantste gaat komen. Vandaag zijn we bij een ietsjes moeilijker gedoe en dat het zelf... Wow. En dat zijn pseudo-klassen, koppelingen opmaken en tekst opmaken. Ik moet jullie heel eerlijk zijn, ik heb dat boek terug beginnen te lezen. En ik dacht bij mijn eigen, zit er zoveel in CSS? Ik was het allemaal vergeten van mijn eigen opleiding. Wat ik in het eerste jaar heb gehad op het tweede semester. Dus het is voor mij al vrij lang geleden. Maar, wat zijn pseudo-klassen nu zelf? Pseudo-klassen. Pseudo-klassen, en ik ga het gewoon een beetje gaan aflezen van mijn voorbereiding, maar die pennen al terug vergeten. Het is een kernwoord dat voorafgegaan wordt door een dubbelpunt. Dus een kernwoord voorafgegaan door een dubbelpunt. Dat toegevoegd wordt aan het einde van een selector om te specificeren dat je dat element enkel wilt selecteren indien het in een bepaalde toestand is. Daar ga ik nu hier eventjes een voorbeeld laten zien. Zo zou je ook bijvoorbeeld een bepaalde stijl misschien alleen willen toepassen indien de muis erboven zweeft. Dus wat gaat het gaan doen? Als ik enkel met de muis over iets ga gaan, dus we hebben hier een link van Google. En nu, dit is een foto. En als ik dan dit doe, ik ga de link nemen, linken zijn altijd A, dubbelpunt hover, erover gaan, dus hoveren, een hoverbord ken je ook wel, dat hovert over de weg, hè, dat zweeft boven de weg. Dus zweef ik boven de link, verander dan de kleur naar rood. Dus wat gebeurt er als ik over de link ga? Huh? De kleur wordt dan ook aangepast naar rood. Dus dat kan je daar al mee doen. Dus dat was eigenlijk in het kort wat pseudoklassen zelf zijn. Nu, we gaan er nog een beetje dieper over gaan. Pseudoklassen, een onbezochte, bezochte muis over of geselecteerde koppeling en nog veel meer. Dus wat ga ik vandaag gaan uitleggen? Heel veel over linken en een beetje over tekst. Dus het eerste, we gaan er nu een koppeling gaan opmaken. Er zijn 4 verschillende. Een link voor een onbezochte link, en dat is deze. We hebben dus gewoon de A-link. Dus A, dubbelpunt link. A, dat moeten jullie normaal gezien weten van de HTML-video's. Dat is een link. En dan link, dat gaat eigenlijk een onbezochte koppeling. En dat gaat de kleur deep pink maken. Ja, ik weet het, in het voorbeeld stond het zo. Dus dat is deze kleur, dus gewoon deep pink. Text decoration non. Geen lijn eronder. Dus dan krijgen we deze kleur. Nu hebben we nog een volgende. En de volgende is visited, voor als je erop hebt geklikt. En vaak is het om de kleur te gaan bepalen, als je het al hebt bezocht. Wat bedoel ik daarmee? We zien hier a.visited color black, een bezochte koppeling. Als we hier op deze koppeling hebben geklikt, we gaan naar de andere site, we komen terug op de oude site, dus we gaan terug naar de vorige site, dan is die koppeling bezocht. En dan wordt die gewoon zwart gemaakt. Dan zie je van, ah oké, ik heb al ooit eens op die link
link geklikt. Google doet dat zelf ook. Deze maakt hem van blauw naar paars, dacht ik. Of zoiets. Dus Google doet dat net hetzelfde. Het volgende is hover. En dat is voor als je erover gaat, werkt niet voor schermen met touchscreens. Dus als je touchscreen hebt, werkt dat niet. Maar hover is dus als je met de muis erover gaat. Je ziet dan dat de kleur deep pink is, maar de text decoration is underline. Dus we krijgen een lijn eronder als we erover gaan. Amai, ik ademde daar juist zo raar omdat ik moest gaan niezen. En dan komen we bij het volgende en dat is active. Dat is voor als je de link hebt geselecteerd. En dat is eigenlijk het volgende. A, dubbel punt, active, color, dark, cyan. Als je op de link blijft klikken, dus je houdt je muis ingedrukt, die kleur krijg je dan. Dus dat zijn eigenlijk al vier verschillende, die eigenlijk wel heel interessant zijn, want ik gebruik ze zelf. Ik denk dat ik ze zelf misschien op mijn website heb gebruikt, dat weet ik al niet meer. Goed bezig. Oké, de volgende dia zijn nog andere pseudoklassen. En ja, want dat zijn niet de enigste. En dan hebben we eigenlijk dus nog drie verschillende pseudoklassen. We hebben als eerste First Child, waar ik zelfs nog ga uitleg over geven, want dat geeft het element dat het eerste kind is van eender welk ander element. Dat ja. Dus zie je volgende slide, daar kom ik nog zo dadelijk dus bij. Dit zijn trouwens allemaal afbeeldingen vanuit mijn lessen. Focus, dat is voor als je op een link of een inputveld, zoals op een foto. Op de foto? Zoals op de foto, oké, dat al. Dus we hebben focus, dat geeft de eigenschappen aan een element die een input focus heeft. Wat bedoel ik daarmee? Als ze op een inputveld zitten, dat veldje is daar gewoon, maar als je erop klikt, dan ben je gefocust op dat element. Dus dat betekent, ik ga hier tekst gaan inzetten. En zoals je op de foto kunt zien, heb ik de tekst die je hier kunt inzetten, rood gemaakt. Dus dat kan je met dubbelpunt focus doen. Dus input, dubbelpunt focus. En dan gaat ieder inputveldje rode kleur gaan geven. Als je color dubbelpunt red geeft. Dan hebben we ook nog lang, en daar heb ik totaal geen voorbeeld van. En dat is gewoon, dat laat toe om meerdere eigenschappen te bepalen voor verschillende talen. Ik zelf heb dat nog nooit gebruikt. Het volgende zijn de pseudoklassen van de First Child. En daarmee moet ik een beetje meer een uitleg geven. Ik heb er zelf niet meer over geschreven, omdat alles staat op de dia. Dus we hebben First Child, dat gaat het element dat het eerste kind is van eender welk ander element. Dus dat betekent dat we het eerste kind gaan nemen. Dus als we dit doen, zelfs komt er nog een voorbeeld, geen paniek. P, dubbelpunt, First Child, color blue. Dat betekent, of dat beïnvloedt, het eerste kind van eender welk ander element. Bijvoorbeeld body of div, dat ook een paragraaf is. Dus we hebben verschillende paragrafen, daar het eerste kindje van, klinkt echt zo gek, dat gaan we gaan beïnvloeden. Zelfs in de foto ga ik het nog meer uitleg geven. Dan komen we bij div, groter dan, P, dubbelpunt, First Child, text decoration in the line, beïnvloedt het eerste kind van een div die een paragraaf is. Dus we hebben een div, we hebben dan meerdere paragrafen. Het eerste paragraaf wordt alleen genomen, dus niet de andere. Dus we hebben een div, meerdere paragrafen, het eerste alleen. First child, eerste kind. Dan hebben we nog P, first child, EM. Dan gaat elke EM gaan beïnvloeden binnen een paragraaf, indien deze paragraaf het eerste kind is van eender welk ander element. Dus we hebben verschillende P's, het eerste P, die gaan we nemen en dan daar een EM'tje in, die gaan we bold gaan maken. Een voorbeeld, want anders gaan jullie iets zeggen van... En het voorbeeld is als volgende. We hebben een heel HTML gedoe. We zien hier dus testjes staan, we hebben een link gemaakt met de CSS-file. We hebben hier een body met verschillende P-elementen. We zien P, dubbelpunt, first child, color red. Je ziet, het eerste kind is deze P, want dit is het tweede kind eigenlijk. Dus we zien first child, dit wordt rood. Ik wil ook dat de EM's bold worden, dus first child EM. Dit is een EM-ke. We willen ook dat de EM wordt aangepast naar bold, dus dan doen we first child EM, bold. En we zien dus dat de T wordt aangepast naar drukletters. Dus dat kan je daar al mee doen. Oké, we komen bij het volgende gedeelte. Er bestaan niet alleen maar pseudo-klassen, er bestaan ook pseudo-elementen. En ik ben eigenlijk iets glad vergeten, de pseudo-klassen kunnen ook op klasses toegepast worden. Wauw. Dan komen we bij de pseudo-elementen, teksten kunnen bewerken. Nu, naast pseudoklassen bestaan er ook verschillende pseudo-elementen. Of, ja, waarden die je kan instellen in een element. Het is dus alsof er een extra element aanwezig is in de code. We hebben first line. Als je het letterlijk vertaalt, eerste lijn, wordt gebruikt om eigenschappen te geven aan de eerste regel van een tekst. Heel eenvoudig. We hebben dan bijvoorbeeld p, dubbelpunt, first line, is text transform uppercase. Dus we gaan de tekst hoofdletters maken volgens mij. Dan gaan we bijvoorbeeld de eerste lijn alleen maar in drukletters zetten. Nu we willen bijvoorbeeld de eerste letter aanpassen. Heel eenvoudig. First letter. Eerste letter. Wordt gebruikt om eigenschappen te geven aan de eerste letter van een tekst. Heel eenvoudig.
Dus we kunnen dit doen, font size 3M, dus we maken die ietsjes groter. Deze twee kunnen ook samengezet worden. We hebben een voorbeeldje hiervan. We hebben dus de p.intro first letter, font size 200%. En de p.intro dubbelpunt first line moet bold worden. Dan gaan we ook hier te zien krijgen, ah, de eerste lijn is bold gemaakt. Maar de eerste letter is ook 200%, is groter gemaakt. Dus dan krijg je zo'n zinnetje. The braid, of burger, debris, en zo verder, wordt dan vet gedrukt gemaakt. Dus dat kan je daarom niet. En ik wist al niet meer dat ik dit er had ingezet, ja. Beetje plezier maken, hè. Dus het volgende zijn nog een paar pseudo-elementen. Het zijn er nog een tweetal. En dat is before en after. Before, of dubbelpunt before, maakt het mogelijk om inhoud voor een element toe te voegen. Dus bijvoorbeeld de hoofding 1, before, content url smiley.gif en dan krijgen we dit, een lol voor de titel. Maar ik wil het ook na de titel, hallo, maar ik wil het ook na de titel hebben en dan gebruik je after, maakt het mogelijk om inhoud achter een element in te voegen. After, dan krijgen we het erna. Dat ziet er goed. Oh nee, ik hoop dat er geen foto's van uitkomen. Voordat ik verder ga, wil ik al zeggen, raak dat abonneerknopje aan en die like-knop, zodat ik al weet dat jullie het al heel fijn vinden. Want dat zou ik echt heel fantastisch leuk vinden. En laat ook zeker al een reactie achter. Het volgende is attribuutselectoren. Elementen aanduiden die een attribuut heeft. Dus attribuutselectoren, nu komen we bij het moeilijke. Ik zelf had het... Je gebruikte dit eigenlijk niet, totdat ik het nu door heb van dat ik dat kan gebruiken. Dus ik ga het vanaf nu ook wel degelijk gaan gebruiken. Dus we komen nu bij het einde en het is iets of wat moeilijker. Dit zijn attribuutselectoren. Hiermee kan je de regels maken die van toepassing zijn op elementen met een attribuut met een specifieke waarde. De eerste, dus dat is gewoon titel zoals die tussen de vierkante haakjes staat, dat zijn gewoon de vierkante haken, ook wel bestaan in het Nederlands genoemd. Dus de eerste ziet er als volgende uit, dus gewoon met de vierkante haakjes en dan titel, gaat alle elementen die het attribuut titel bevatten, blauw maken. Dus zit er ook maar in één zinnetje titel, dan gaat hij dit gewoon blauw gaan maken. En ik ga het jullie proberen uit te leggen in de oefening die we hierna gaan maken. De volgende, dat is met heel even gaan bekijken, dat is gelijkheid, oftewel een vergelijking maken. Dus is de titel gelijk aan download, dan gaan we een bepaalde border geven. Dus geeft alle elementen waarvan de titel download is, een blauwe omlijning. Het is redelijk moeilijk, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. De derde is iets, moet ik eventjes spieken, is die ik zelf nooit heb gebruikt en ook eigenlijk niet heel goed begreep en ook niet heel goed werd uitgelegd in het boek, zelfs niet in het boek stond. Dat is titel dan van die dat gekrulde... Oh nee, nu ben ik een teken aan het doen van een film. Dus dat is een gekruld haakje met dan is gelijk hello, maakt alle elementen blauw die voor het attribuut titel het woord hello bevat, gescheiden door spaties. Ah oké, dus voordat je bij de titel komt, alle attributen waar hallo in voorkomt, denk ik. Dat weet ik zelf niet, dat moet iemand hieronder eens zeggen. Zelf weet ik dat ook niet te goed. De volgende, en dat is de vierde, is eigenlijk als dat klein stukje tekst voorkomt ergens, gaan we het volgende gaan doen. Dus we zien hier lang, dan eigenlijk een rechtopstaand streepje is gelijk aan en, dus als uw language gelijk is aan Engels, dan gaat alle elementen blauw maken die voor het attribuut lang de waarde en bevat, waarbij en gevolgd kan worden door een minteken of zo verder. Dus die gaat eigenlijk alles gaan blauw maken waar en eigenlijk in voorkomt. Nu, dan hebben we er nog drie. En ja, ik weet het zijn er immens veel. Met het dakje is om na te kijken als het ermee begint. Dus we zien HTTPS onderlijnt de koppeling, want we hebben hier text decoration underline, waarvan het attribuut source begint met HTTPS. Nu, natuurlijk willen we dat ook, dat het ergens gewoon een tekst random instaat, of dat het mee eindigt. En dat is het volgende, dat is eigenlijk het dollarteken, en dat is, eindigt het ermee. Dus we hebben source dollarteken.pdf, verwijder de onderlijning van de koppelingen waarvan het attribuut source eindigt met .pdf. Nu, ik wil ook woorden kunnen vinden die ergens tussenin staan, dat doen we het volgende. En dat is met een sterretje. Dus dat is eigenlijk gewoon een specifieke tekst. We zien hier dus source sterretje is gelijk aan W3 Schools. Dat is eigenlijk een heel goed forum. Maakt de koppelingen waarvan het attribuut source de tekst W3 Schools bevat vet. Om eventjes terug te komen op dat gekruld haakje, ik heb eventjes het boek erbij genomen wat ik hiervoor gebruik. En er staat dus bij een specifiek attribuut waarvan de waarde in een spatiegescheiden lijst van woorden staat. Dus elk element met een attribuut waarvan de naam bijvoorbeeld klas is en de waarde in een lijst van woorden staat waaronder dat woord. Het is heel raar uitgelegd in het boek, dus daarom dat ik het ook zelf niet goed kan uitleggen. Maar ja,
We gaan het eventjes aan de zijkant vegen, want we komen eigenlijk bij de oefening die wij zelfs gaan doen. Dus ik ga heel veel mijn school zelf gaan bedanken, de UC Leuven-Limburg. Limburg, want ja, ik ben van Limburg. En heel veel bedankt aan mijn school dat ik dit eigenlijk ook kan doen, dat ik dit dus eigenlijk doe. En dan komen we nu bij de oefening. En dat gaat er als volgende uitzien. Het is vrij klein en ik heb mijn muis blijkbaar als fotter bijgenomen. Maar we gaan dus eigenlijk een oefening maken waarvan jullie ook al de oplossing kunnen afhalen, dus kunnen downloaden. De hele presentatie met de hele uitleg die ik heb gegeven, kunnen jullie allemaal afhalen hieronder in de beschrijving, zoals iedere video. Jullie kunnen gewoon alles afhalen met ook de oplossing en ja, eventueel kunnen jullie ook zelf gaan doen. Maar we gaan dus de tekst een beetje gaan aanpassen en ik ga jullie het gewoon gaan laten zien op online. Oké, wat is dus de bedoeling? We hebben hier al de eindoplossing die ik al eventjes heb boven gehaald. De bedoeling is dus dat we de tekst wat gaan aanpassen. We gaan hier de titels een beetje... Nou, de titels op zich niet echt. Jawel, de titel ook. Dit is een link. Je ziet dat het eigenlijk geen link meer is, maar we kunnen erop klikken. De onderste link is niet aangepast. We kunnen dan terug naar boven gaan. We hebben hier dan koppelingen. Zoals je kunt zien, ik ga daarover, de kleur verandert. Ik kan erop klikken. En de kleur verandert ook. We hebben dan deze eerste titels vet gedrukt en de eerste letters aangepast. Juist in PowerPoint gehad. Je ziet het. Kijk eens aan. Ook deze hele kolom of deze hele P-element is ook schuin gedrukt gemaakt. De rest van is een heel andere lettertype. We hebben hier veldjes, naam en voornaam. Je ziet als ik erover ga, de kleur verandert. Ga ik erin, wordt het groen. Ik ben tevreden, ik ben niet tevreden, is van kleur aangepast. We hebben hier een opsomming die links uitgelijnd is met een afbeelding. We hebben rechts een opsomming, die rechts uitgelijnd is met een afbeelding. We hebben hier een heel kleine tekst. En we hebben hier ook nog foto's en zo staan. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan deze oefening proberen te maken. En ik ga het jullie ook proberen mee te laten volgen. Oh, waarom stond ik juist zo? Oké, we zijn dus bij de oefening aangekomen. Nogmaals, de oplossing staat hier sowieso als een bestandje in de beschrijving. We hebben hier dus de website. Ik ga gewoon puur beginnen met gewoon de tekst die we hier hebben. Dus we hebben hier, zoals jullie het al normaal gezien moeten weten, kennen jullie dat al? We hebben hier dus de titel. We hebben hier een linkje met href, hashtag onder. Dan hebben we hieronder ook een ID onder staan, zodat we naar deze link kunnen gaan. We hebben hier een navigatie met alle verschillende koppelingen. Zoals je kunt zien, met allemaal A'tjes in. Deze gaan niks doen, deze koppelingen, zoals je kunt zien. Ik heb ze al trouwens bezocht, daarom dat ze al een andere kleur hebben. Dus ja, moet je er eventjes niet op letten. We hebben hier dus een H2-element. We zien dat, een titel. Verschillende P-elementen, dat gewoon nog een keer herhaald. We hebben hieronder een klein formuliertje. In het formuliertje hebben we de verschillende labels zitten. Dus we kunnen zien dat we hier een label naam hebben met een inputveldje. En dat voor ze allemaal, zoals je kunt zien. We hebben hier dan ook nog hieronder een UL met een LI. En dan daarbinnenin nog een UL. En dan als laatste hebben we hier nog gewoon een divje met dan een verschillende, ja, waarvan de icoontjes komen. Icoontjes kun je ook weer afhalen op mijn, ja, op dat. Oké, dus het eerste wat we eigenlijk moeten doen is een nieuwe file gaan aanmaken en die gaan opslaan voor als CSS. Dus ik zit in video 4 en ik ga dat, wat ga ik dat noemen? vit4css.css. Oké, dat is opgeslagen. Trouwens, wat ik gebruik is Visual Studio Code. Dat is een ander programma dan dat ik vroeger gebruikte. Dit komt heel eenvoudig omdat ik hou van Visual Studio. Visual Studio is gewoon zo mooi en zo fantastisch. Oké, het eerste wat we gaan doen is een link gaan leggen met deze file. Dus wat gaan we doen? We gaan in onze hoofd, dus in ons hoofd, schouders, knieën, teen, gaan we een link leggen. Dus we doen link, href, en hier gaan we het volgende gaan zetten. Dat is vit4css.css. En dan gaan we ook nog erbij zetten, rel is style sheet. En dan dat gaan we afsluiten. Oké, dus hebben we nu al een linkje gemaakt met deze file. Dat gaat wel nu nog niks doen, want we hebben nog niks in de CSS gemaakt. Dus gewoon een linkje aangelegd. Kijk eens aan. Oké, we gaan als eerste voor zorgen dat we alles in de volgende lettertypes gaan zetten. Verdana, Arial en Sans Serif. Dat betekent dat we alles in die lettertypes willen zetten. Dus als Verdana niet beschikbaar is, willen we Arial hebben. Is Arial niet beschikbaar, willen we naar Sans Serif. Sans Serif is normaal op ieder toestel toegankelijk. Dus we gaan onze body ervoor gaan zorgen dat we met behulp van onze body, ik hoop dat het leesbaar is. Dat zal nu wel leesbaar zijn, want ik heb het vrij goed vergroot. Dus we gaan hier het lettertype gaan aanpassen. Dus we gaan een font family gaan aanpassen naar Verdana, Arial, Sans Serif. Ja, zoals je kunt zien, er worden sommige stukjes uitgeknipt. Ik weet het, in iedere programmeervideo is dat zo. Ik heb dat ook altijd gehad als ik andere programmeervideo's volg. Maar we hebben dus font family Verdana, Arial, Sans Serif opgeschreven. Dus als we even gaan refreshen,
Kijk eens aan, de tekst is aangepast naar, normaal gezien, verdanen. Dat hebben we gehad, dus ga ik even afvinken. Zorg ervoor dat we de eerste paragrafen schuin worden gemaakt en laten inspringen met een tekstindent van 20 pixels. Dus deze eerste paragrafen moeten steeds een beetje worden ingesprongen. Dus het volgende wat we gaan doen, is we gaan kijken. Als we naar de code gaan, zien we dat wij telkens een H2-element hebben en dan de volgende moet erop gaan. Dus we doen H2 plus P. Waarom plus P? We gaan er eigenlijk voor gaan zorgen, of we gaan kijken, na iedere titel, naar style, moeten we hebben font style italic, plus het moet ingesprongen worden, dus dat is text indent van 20 pixels. Hallo, geen 210, van 20 pixels. We gaan eens kijken. Kijk eens aan. Je ziet, iedere eerste paragraaf is aangepast en is een beetje ingesprongen. Hier kun je het ook zien. Toch grappig wat je allemaal kunt doen met CSS eigenlijk. Dan, ik ga eventjes naar boven scrollen. Of ik ga het eventjes laten opstaan, want anders zien jullie het niet. Dat hebben we ook gedaan. Vervolgens maken we de eerste lijn vet gedrukt. Dus zoals we eerlijk weten, moeten we first line gebruiken. Dus we gaan H2 plus P first line erbij pakken. En nu staan er hier twee, er moet maar eentje staan. Dus first line. En dan gaan we ervoor gaan zorgen dat die vet gedrukt zijn. Dus font. Kijk eens aan, de eerste rio is gewoon vet gedrukt gemaakt. Dan gaat hij trouwens ook telkens. Ja, je ziet het, hij gaat dat telkens aanpassen. Maakt op zich niet uit hoe en wat. Oké. De volgende, ik ga een beetje naar boven scrollen. Dus dat hebben we gedaan. We zorgen ervoor dat de eerste letter dubbel zo groot is gemaakt. Oké, dus dan H2 plus P, dubbelpunt, first letter moeten we dan hebben. En dan gaat hij het weer doen. En de eerste letter moet dubbel zo groot worden gemaakt, dus dat doen we font size 200%. Nee, dat is makkelijk zo. Dat is dubbel zo groot. Kijk eens aan, we hebben een L en een grote M. Trouwens, dit is allemaal lorem ipsum dolor, zie dat met. Dat is puur gewoon tekst wat je niet moet gaan kennen, dus ja, random tekst. We gaan de titel, het lorem ipsum, deze titel, de lijn eronder, onder de link weghalen en zwart kleuren. Dus de titel... Dat is een H1 en dan een A, dus we gaan eventjes de H1 doen. En we moeten de A hebben, de linkerop, dus die moet een color black hebben. En de text decoration moet op non staan, zodat we geen decoratie hebben. Kijk eens aan, titel, je ziet dan niet meer dat het een link is, dus dat is al fijn. Oké, alle linken geven een blauwe kleur voor zowel als je het bezocht hebt als niet. Dus alle linken die er staan, die er nog over zijn, moeten een blauwe kleur hebben. Al ook al als je ze hebt bezocht en ook al niet. Dus we gaan eventjes kijken. Dat is puur gewoon een A-element denk ik. Ja, dus we gaan kijken. Het moet als het bezocht is en als het niet is bezocht. Dus link en A visited. A visited. Kijk eens aan. Dus dan moet de kleur blauw worden. Color blue. En, oh ja, dat is het. Color blue. Oké. Nu, bij mij ga je niet veel blijven zien. Dus normaal gezien, als ik hierop klik, blauw moet blijven. Oké. Het volgende wat we gaan doen is, alle linken, dat hebben we juist gehad. De hoofdtitel gaan we de linken zwart houden. Dus als ik hierop klik... Oké, we zijn bij het volgende komen en dat zijn die navigatielinken. Dat is toch maar lelijk. En ik wil het aanpassen. Dus de navigatielinken gaan we zowel voor als we er nog niet op hebben geklikt. En ook voor als we erop hebben geklikt, geen lijn laten tonen. Een grijze kleur geven en een donkerrode achter. Dus we gaan eventjes kijken naar de linken. De linken zitten allemaal in de navigatie. Dus dat is nav A. En dit moet zowel als er niet op geklikt is, zowel als er wel op geklikt is. Dus als het al gevisited is, dus visited, moeten we iets gaan aanpassen. We moeten eens kijken, geen lijn laten tonen. Dus text decoration is op non. Dan moeten we ook nog kijken dat het een grijze kleur heeft. Dus color is gewoon grij dan zeker. En dan moeten we ook nog een donkerrode achtergrond, dus background color, niet color. De background color is dark red. Dus zoveel aan dit programma. We gaan het dus opslaan. Oké, dat krijgen we al. Dat grijs is wel ietsjes te donker, dus ik ga lichtgrijs eventjes nemen. Wauw. Light grey moet ik hebben. Light grey. Ja, dat gaat ietsjes beter zijn. Oké, dat is al beter leesbaar. Ik dacht dat, zo gek. Oké, het volgende. Als we over eentje gaan van het menu, moet het een rode achtergrond krijgen. Dus we moeten erover gaan en het moet rood krijgen. Dus we doen nav A. En dat is gewoon heel eenvoudig hover. Want we gaan erover gaan. Dus je moet denken aan een hoverbord. Een hoverbord zweeft ook. Dus deze mogen trouwens een beetje in.
inspringen. Dus we gaan NAV hover doen en dit met een rode achtergrond krijgen, dus background color en dan gewoon red. Kijk eens aan, refreshen en je ziet het al, we gaan erover en de kleur wordt aangepast. Kijk eens aan, hoe snel dat ging. Als we op een item klikken moet het geel worden. Oké, we moeten erop klikken met geel worden, NAV. Ah, en dan Active. Dat is heel handig aan dit programma. Je doet Ctrl-Enter en je krijgt alle code. NAV A Active. Het moet geel worden, dus de tekst moet geel worden. Dat was het. Dus we gaan Color Yellow gebruiken. Color geel. We gaan er eens op klikken. En je ziet het. De link wordt geel. Geel. Wauw. Als we erop klikken. Oké, dat is ook mooi. Het eerste item maken we echt rood. Dus het eerste item. Het lijkt dan alsof je op de eerste pagina bent. Dus we doen NAV A first child. En dan color. Dat mag gewoon red worden. Background color. Moet dan rood worden. Oké, kijk eens aan. Dat werkt allemaal. Niet zo moeilijk. Niet zo moeilijk, joh. Voor ieder item plaatsen we een afbeelding. Dus hiervoor moet telkens een afbeelding komen. We gaan eventjes in de files kijken. Op dit moment zie ik dat de afbeelding hier in de map afbeeldingen zit bij Shane. En Shane is een PNG, dacht ik. Ja, is een PNG. Oké, dus wat we gaan doen is NAV A before. Ja, niet die dubbel. Zo hatelijk als je enter doet. NAV A before. En dan moet ik heel eventjes gaan nadenken hoe dat weer ging. Dit wist ik even niet meer. Moest ik eventjes opzoeken. Dat is content URL. Dan daarna de link. Dat is dan in de map afbeeldingen. Slash. En het heet shane.png. En dan gaat hij iedere keer een afbeelding daarvoor zetten. Die content URL, dat wist ik eventjes niet meer. Dat was ik eigenlijk echt wel glad vergeten. Ja. Oké, we komen nu bij het volgende, dat we de inputvelden wat gaan laten aanpassen. En het eerste wat we gaan doen is de tekst van de inputvelden aanpassen. We zien als we hier intypen, is het nog niet hetzelfde lettertype als alle rest. Dus dat gaan we aanpassen. We gaan alle inputvelden, dus ieder inputveld van het type tekst, wat het type tekst is, gaan we ervoor laten zorgen dat het lettertype erin dat verdaan is. Dus we gaan type. Volgens mij is het type is tekst. Ja, normaal gezien wel. Dus als we eventjes ook hier in de code gaan kijken, zien we dus dat we hier type tekst hebben. Je ziet het. En dit is type radio. Dus dat gaan we op gaan zoeken. Dus met het type tekst. Wat gaan we daar gaan doen? We moeten dan het lettertype. Dus dat is font family. En dan alles wat hierboven zo eigenlijk staat. Dus dat gaan we gewoon even kopiëren en plakken. Dus hup. Altijd makkelijk maken voor uw eigen. We gaan het dus refreshen. En ja, wauw. Ik zie eigenlijk niet veel verschil, maar... het werkt, althans. Dat weet ik. Oké, dat hebben we gedaan. Dus ieder inputveld met een naam, naam. Naam, naam, dus we zien ID naam. En we zien hier name, naam. Dus ieder inputveld met die naam, er is maar één inputveld, moet een achtergrondkleur rood hebben. Dus we gaan input, dan name is naam. Dan gaan we het volgende gaan doen. Dit moet een achtergrondkleur rood krijgen. Dus ik denk dat ik gewoon background color moet gaan gebruiken. Background color red. Oké, een heel klein foutje. Zet daar geen spatie tussen. Oké, ja. Wauw. Dus input, name is naam, background color red. Geen spatie ertussen. Daarom dat het volgende ook niet werkte. Dat weet ik dan ook in één keer. Ieder inputveld met een naam. Voornaam maken we een achtergrondkleur blauw. Dus we gaan input. Oh, hallo. Input. Name is voornaam. Nogmaals, het staat gewoon ook weer in de HTML-code. Dus we gaan eventjes hier gaan kijken. Name is voornaam. Juist hetzelfde. En die moet een achtergrondkleur krijgen van... Welke kleur was het? Even spieken. Blauw. Van... Die moet nog echt blauw. Van blue en een kleur wit. Dus de tekst moet ook nog wit worden. Dat ben ik gewoon glad vergeten. Dus we gaan hier color white zetten. En hier moet ook nog color white komen. Oké, refreshen. En kijk eens aan. Kijk eens hoe mooi dat we de tekst verder al hebben aangepast. Dit is trouwens gewoon een oefening van mijn school. Oké, we hebben nog een paar dingen te gaan. Dus het volgende is het inputveld met de naam naam moet een andere achtergrondkleur krijgen als je erover hovert. Namelijk donkerrood. Dus als we erover gaan moet het een andere kleur krijgen. Dus inputveld met de naam. Met de naam is naam. Naam is naam. En als we erover hoveren. Dus je ziet het al. CSS kan vrij ingewikkeld worden. Dus dan moet de achtergrondkleur...
moet dan echt donkerrood worden. Dus de background color moet dan dark red worden. Oké, okay. Kijk, dat is heel handig. Haal het programma af, is volledig gratis. Hij geeft ook alles. Plus, je kan hier ook gewoon zo doen. En dus het is gewoon fantastisch, dit programma. Ik hou ervan. Oké, we gaan erover. En kijk eens aan, het wordt donkerrood. En natuurlijk moet het andere donkerblauw worden. Dus dan gaan we even dit gewoon kopiëren. We plakken dat hieronder. We passen naam aan naar voornaam. En we passen dit naar blassen. Passen dit naar dark blue aan. Aangepast. Kijk hoe makkelijk. Gewoon kopiëren en plakken, mensen. Niet moeilijk maken. Als je op een inputveld klikt, moet het een achtergrondkleur krijgen van groen. Ah ja. Wordt nog niet groen. Dus we gaan het inputveld nemen van... ik denk dat het gewoon bij alles mag. Nee, dit mag niet bij alles, want het zijn verschillende inputvelden. Dus het moet echt met die naam weer. Dus we gaan gewoon hier input name dat. En dan ook weer een hover erachter zetten. Oh nee, niet daar. Hover. Maar ook voor die daarboven. Dus van de naam... niet met hover. Sorry, niet hover. Maar focus. Ik moet eventjes op de naam komen. Dus we gaan hier focus zetten. Kijk eens aan. We gaan hier terug de haakjes gooien. En dat moet dan een background color worden van gewoon groen. Green. Kijk eens aan. Klikken erop. Woehoe, het wordt groen. Wordt groen. Mooi, mooi. Oké, we komen stiltjes aan bij het einde. Er zijn nog een 1, 2, 3, 4, 5. Nog een negental, nog een achttal puntjes. Voor het label tevreden maak je deze groen. Dus dit label moet groen worden. Als we eventjes gaan kijken, zien we dus label voor tevreden. En ik heb het er juist al een beetje gezegd, voor tevreden. Dus we gaan eigenlijk gaan nakijken het label. En we zien hier voor in staan. Dus wat gaan we gaan doen? We gaan dus heel eventjes kijken. Dat is dus label en dan voor is... Tevreden. Eigenlijk maakt het... Het is niet zo moeilijk. Gaan we deze groen maken. Dus ik denk dat het color green volgens mij gewoon is. Dus color green. Ja, oké. Okay, dat is groen gemaakt. We kopiëren dit, want we moeten de andere tekst... Hallo. We moeten de andere tekst ook aanpassen. En dit moet geen... Hale, kom maar. Dit moet dan niet groen worden. En dit wordt ontevreden. Dus we gaan kopiëren, plakken. En dit moet rood worden. Groen en rood. Oké, we komen nu helemaal onderaan en we hebben die verschillende opsommingstekens. Maar ik wil die opsommingstekens niet meer hebben. Ik wil er eigenlijk gewoon van af zijn. En dan gaan we eigenlijk voor gaan zorgen dat we dat niet meer te zien krijgen. Hoe gaan we dat doen? Ah, dat is een UL. Dus we gaan de UL nemen. En we gaan de list style type op non zetten. En dit zou moeten werken. Alles is weggehaald. Niet moeilijk eigenlijk, hè. Het zegt het gewoon. List style type moet op non staan. Dus er moet gewoon geen type bij komen. Oké, we zorgen ervoor dat op het eerste element een image geplaatst wordt. Wow, ik wou iets zeggen, maar het kwam er niet te goed uit. Dus het volgende wat we doen is UL... niet UL, LI. First child moet ik dan hebben. Dus het eerste kind moet dus op aangepast worden. En wat moeten we daar hebben? Dus daar moet een afbeelding geplaatst worden. Dus list style image. En dan de afbeelding is dit keer een andere afbeelding. En dat is niet de shine, maar dat is de paper. En dat is normaal ook een PNG. Ja, dat is ook een PNG. Dus dat is list style image. Volgens mij moet dat met URL. Dit ga ik eventjes spieken. Ja, met URL. Ik had het dus toch juist. URL. En dan paper.png. En dat moet tussen aanhalingstekens staan. En het gaat er al een fout aan geven, dat wist ik. En dan zien we, oké, dat klopt. We hebben die op allebei staan. Maar bij deze moet die zelfs aan de andere kant komen. Maar er komen zelfs bij. Deze kun je ook trouwens op LI gewoon zetten. Dat maakt op zich niet zoveel uit. LI of op UL maakt eigenlijk totaal niet echt uit. Oké, nu dat we dat hebben gehad, dus dat hebben we dat gedaan, moet de tweede opsomming naar de andere kant gaan. Dus moet rechts worden geplaatst. We zien dat de tweede opsomming dus eigenlijk een nieuwe UL is. Dus wat kunnen we eigenlijk gaan doen? We kunnen gaan nakijken bij de eerste LI wanneer er een volgende groep LI's komen. Dus wat doen we? LI, LI. Dus we kijken gewoon wanneer de volgende groep komen. En deze gaan we text align right zetten. Daar ben ik eigenlijk aan twijfelen. Oké, nee, ik had niet moeten twijfelen. Nu, we zien nog steeds deze afbeelding hier staan. Dus die willen we even weghalen. Dus LI... LI, dubbelpunt, first child. Dat moet geen afbeelding hebben. Dus dan gaan we gewoon list-style image, volgens mij. List-style image op non zetten. En dan gaan we even spieken. Die afbeelding is daar weggehaald. Oké, dat hebben we gedaan. Dan komen we bij de twee laatste puntjes. We plaatsen dan aan de andere kant deze. Dus wat we gaan doen is LI, LI, first child. Maar dan ook nog eens after. Kijk eens aan.
Volgens mij is dat wel een fout, want ik denk dat er geen twee haakjes... Nee, er moeten geen twee dubbelpunten zijn. Dus wat ga ik doen? Ik ga niet op deze LI, maar op deze LI kijken bij het eerste kind en dan erachter. Dus ja, je kan ook samenzetten. Heel eenvoudig. We gaan deze linker eventjes pakken. List style image. Oh, niet naar buiten. List style image. We gaan dat eventjes opslaan. En ik heb iets fout gedaan. Ga eens dicht jij. List style image. Nee, dat klopt niet. Het is content. Zie, ik weet nooit goed welke ik juist moet gaan gebruiken. Oké, het is dus content. Mijn excuses. Ja, ik maak ook nog steeds fouten. Soms is CSS nog redelijk moeilijk. En als allerlaatste moeten we dit linkje hieronder nog wat kleiner maken. Zodat het niet heel goed in beeld is. En het is heel makkelijk. Het is een div. Dus we kopiëren deze div. We plaatsen dat hier neer. En we gaan ervoor gaan zorgen dat die tekst naar rechts wordt uitgeleiden. Dus text align. Hallo. Text align. Right. En ook moet deze kleiner worden gemaakt. Dus text... nee, het is font size. Font size moet op 70% staan. 70%, dus dat is kleiner. En we zien het, kleiner gemaakt. Dus we hebben toch 106 regels code geschreven van CSS. Oh, daar moet ik niet in verkleinen. Dus we hebben toch een goeie 106 regels CSS geschreven om dit allemaal te bekomen. Ik heb heel eventjes de CSS van mijn website erbij gehaald. Mijn website heeft 400 regels CSS code. Dat is nog niet veel, dat zeg ik u. Maar het zijn toch al 400 CSS regels code van mijn eigen website. Dus je ziet al, je kan al... Oh, dat is mijn opname. Je ziet dus al dat je vrij veel CSS kunt hebben met gewoon, ja, eigenlijk een paar dingen aan te passen. Dus zoals je kunt zien, zijn we op het einde van deze video gekomen. We hebben een heel hoop dingen aangepast, we hebben een heel hoop gedaan. Ik ben ongeveer een goeie 52 minuten bezig geweest voor deze video. Dus ik hoop dat jullie het toch een heel fijne video vonden. Gelieve zeker en vast een zwart duimpje mochten doen, ook op de abonneerknopje te klikken. En vanaf nu gaat deze video's normaal op vrijdag komen. En niet op zaterdag in het weekend, maar op vrijdag komen als jullie volledig op het einde hebben gekeken. Maar raak ook in één keer dat bel-icoontje aan, want dan krijgen jullie een notificatie wanneer dat deze video's online komen. Mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. En de volgende video trouwens, ga ik er heel eventjes bij je zeggen wat dat is. Dat zijn elementen in kleine boxjes plaatsen, dus eigenlijk de positie daarvan bepalen. Maar dat is voor de volgende video, dus doei!